Goedenavond allemaal. Welkom bij de tweede uitzending van Landvol Archeologie. Live vanuit het Hunebedcentrum in het Drentseborger. Natuurlijk heeft deze provincie Drenthe veel meer te bieden dan Hunebedden alleen. We hebben grafheuvels, we hebben Celtic Fields, we hebben van alles en nog wat. Het was zoveel dat we niet konden kiezen. En toen zijn we uiteindelijk uitgekomen op de Hunebedden. Heel saai, maar toch ook wel heel opwindend, zoals we zullen merken. We hebben gekozen voor een programma met alleen Hunebedden. En daar is niks mis mee, dachten we zo. Want over Hunebedden is altijd wel iets te melden, ook nieuwe dingen. En die krijgen we te horen van onze gasten aan tafel, die allemaal hun eigen Hunebeddenverhaal vertellen. Ja, die verhalen zijn voor een deel verslagen van wetenschappelijk onderzoek, maar het zijn ook verhalen die over de Hunebedden worden verteld. Het is dus kennis en beleving. We horen waar gebeurde en minder waar gebeurde verhalen over een paar iconische Hunebedden. We bezoeken een opgraving van de Universiteit van Groningen, waar gekeken wordt naar wat er om de Hunebedden heen gebeurde. En nog veel meer. En de kijkers hebben vast zelf ook een mening over de Hunebedden. Vera, hoe kunnen ze thuis reageren op wat ze zien en horen? Ja, je kan natuurlijk als je thuis zit kijken, maar je mag ook meepraten. We hebben namelijk een chat, daar zit ik ook achter, dat hebben jullie misschien al gezien. En daar kan je in via je laptop of computer. En verder hebben we ook een Mentimeter. De code daarvan zet ik zo dadelijk nog een keertje in de chat. En je gaat eerst naar www.menti.com en dan voer je de code in 87987688. En dan kom je dus bij de vragen om die te kunnen invullen van de Mentimeter. En we beginnen volgens mij gelijk met de eerste vraag. Wees niet bang, die blijft ook even staan voor het volgende onderwerp, tijdens het volgende onderwerp. En de eerste vraag is, we gaan het dus vandaag alleen over Hunebedden hebben. En is dat eigenlijk niet te veel van het goede? Is het te voor de hand liggend? En de antwoorden die je kan geven is ja, je wordt er al mee doodgegooid. Ja, Drenthe heeft zoveel meer te bieden. Nee, Hunebedden zijn terecht een icoon van de provincie. En nee, Hunebedden en de hele cultuur eromheen zijn een onuitputtelijke bron. En dan spreek ik jullie zo weer. Ik ben benieuwd. En intussen is Evert even van zijn plaats gegaan om ons iets te laten zien van de locatie waar we vandaag te gast zijn, het Hunebedcentrum. We zijn nu in het buitenmuseum van het Hunebedcentrum. Achter me zien jullie het Hunebedcentrum liggen. Het laatste ontwerp van de befaamde architect Aldo van Eyck, geopend in 2005. Het buitenmuseum is hier later bijgekomen, wat een prachtige omgeving is het geworden. Vol met wilde onkruiden, oude akkergewassen en allemaal archeologische reconstructies. Ik sta hier bijvoorbeeld in een gereconstrueerd dodenhuisje op een grote bronstijdgrafheuvel. Die grafheuvel zien jullie niet, maar neem van me aan dat die eronder ligt. We zien daar, als de camera mij even volgt, dit grappige constructietje. Dat is het tempeltje van Barger Oosterveld. Een heiligdom uit de bronstijd, al lang geleden opgegraven, waar het hout keurig in het veen was bewaard gebleven. En waar die hoornvormige uitsteeksels wijzen, volgens de archeologen, op een ritueel waar vee, rundvee, een belangrijke rol in speelde. Als we naar de andere kant kijken, dan zien we daar boerderijen liggen, prehistorische boerderijen, nabouwen natuurlijk. En daar gaan we nu even kijken, want dan weten we hoe de Hunebedbouwers mogelijk gewoond kunnen hebben. We gaan nu op bezoek bij de Trechterbekerboeren. We kunnen er helaas niet in, het is wegens corona is het afgesloten, maar we kunnen wel aan de buitenkant kijken wat ze deden. Dit is een zogenaamd Vleugelnhuis. En Vleugel is een plaats in Noord-Duitsland waar hunebedhuizen zijn opgegraven, tenminste de plattegronden ervan. En ieder gereconstrueerd hunebedhuis gaat terug op het Vleugelnhuis. Met dit voorportaal. Natuurlijk is de meeste invulling is fantasie, we kunnen dat niet weten. Misschien was het wel prachtig versierd met oker en met gebrande kalk en houtskool enzovoort. We hebben nu een schedel opgehangen en een keurig haardplaatsje. We weten natuurlijk alleen de platte grond, maar het geeft wel een indruk van hoe de mensen met hun natuurlijke materialen dit huis bouwden.
Het heeft leme wanden om vlechtwerk heen geplakt. Rieten dak. Dat kan natuurlijk ook anders zijn geweest. Misschien met gekloofd hout. Daken vinden we natuurlijk niet terug. Maar het is wel een geweldige constructie. En hij staat hier ook alweer jaren. En daarom is het ook wel een bijzonder experiment. Dit hele buitenmuseum is ook een proeftuin voor archeologische experimenten. Zo meteen graag hier weer terug aan tafel. En dan gaan we nu kijken naar een klein filmpje van een ander stukje Hunebed Centrum. Namelijk de Archeo Hotspot. Naast mij is aangeschoven Ria Blom. Ria is vrijwilliger bij het Hunebed Centrum. En ze gaat ons even vertellen wat we zo net gezien hebben. We kunnen namelijk vanavond zelf niet in de Archeo Hotspot zitten. Die ruimte is te klein, dan kunnen we niet netjes afstand houden. Dus we hebben het op deze manier opgelost. En Ria komt nu live vertellen wat er allemaal gebeurt in de Archeo Hotspot. Ja, nou, dankjewel. Ik ben vrijwilliger bij het Hunebed Centrum en de Archeo Hotspot heb ik helaas nog niet heel veel in kunnen helpen, omdat we die net hebben geopend. Die is net afgemaakt eigenlijk. Wat de bedoeling is, is dat mensen daar tijdens hun museumbezoek binnen kunnen lopen, kennis kunnen maken met archeologisch handwerk. We zagen net een voorbeeld van archeologisch tekenen. We zagen dat er hoe opgravingen gedaan worden, dat het heel precies moet gebeuren. Dus je krijgt een bak waar wat in op te graven is, maar met een grid, zodat je precies heel nauwkeurig kunt aangeven waar je wat gevonden hebt en dat kunt verwerken, die gegevens. Botanisch onderzoek kan je doen. Er stond een microscoop. Wat bedoel je daar precies mee met botanisch onderzoek? Botanisch onderzoek, voor dat specifiek hebben we allerlei zaden verzameld. Die onder een microscoop kunnen worden gelegd. En dan kunnen mensen proberen te kijken van wat dat is. En dat vertelt een archeoloog dan weer. Wat mensen aten, wat er groeide in de omgeving. Dat is botanisch onderzoek. Dus zo kunnen mensen kennis maken met het archeologische handwerk. Prachtig. En de archeoloog helpen eigenlijk bij zijn werk. Ja, in wezen wel. Dat klopt. Ja. Ja. En nou zei je net van het is inbegrepen eigenlijk bij het museumbezoek. Dus als mensen een museumbezoek geboekt hebben, hè, je moet van tevoren natuurlijk een tijdslot reserveren en een kaartje kopen, dan kunnen ze ook gewoon naar de hotspot toe. Nee, ja, dat is uiteindelijk de bedoeling. Maar in deze tijden van corona is dat niet mogelijk. Dan moet je ook dat weer apart reserveren. En ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is het zelfs zo dat het nu niet iedere dag mogelijk is om de Archeo Hotspot te boeken bij een museumbezoek. Maar in de toekomst is dat zeker het geval dat je daar gewoon naar binnen kan lopen. Maar dat is nu nog op afspraak. En dan ga je ook bijvoorbeeld met je eigen gezin of je eigen kleine groep daar naar binnen. Met je eigen bubbel in de hotspot. Zo eigenlijk. Is dat. Ja. Ja. Mm-hmm, dat klopt. Nou, dan is het des te leuker, denk ik, dat wij nu via het filmpje een sneak preview al gehad hebben. Mm-hmm. Dat is ook het idee achter Landvolle Archeologie, hè, dat we van alles laten zien wat misschien nog niet allemaal in het echt te bezoeken is. Ja. Dank je wel voor deze toelichting. Graag gedaan. En
ik hoop dat in de toekomst het allemaal weer mogelijk is en dat iedereen naar de hotspot kan komen. Hopen wij ook zeker. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel, Ria. En dan gaan we nu over naar onze archeoreporter Agnes Westerlaken. En die neemt ons mee langs de Hunebed Highway, de N34. Die gaat van zuidoost naar noordwest over de hele Hondsrug. En daar liggen verreweg de meeste hunebedden. Kom in, Agnes. Ze zijn groot, ze zijn mysterieus, ze zijn het eerste onderwerp van onze geschiedeniskanon. Het zijn de oudste bouwwerken van ons land en de iconen van Drenthe. Het zijn de hunebedden. Iedereen kent de belangrijkste hoofdstukken van het hunebeddenverhaal wel. Dat ze zijn opgebouwd uit zwerfkeien die zo'n 150.000 jaar geleden zijn meegenomen door ijsgletsjers uit Scandinavië. En dat het grafkelders zijn van de eerste boeren die in deze streek waren, zo'n 5.000 jaar geleden. En dat hebben de archeologen de afgelopen 150 jaar allemaal uitgevonden. En ze komen nog steeds veel meer te weten over de hunebedden. Maar ook voordat de archeologen waren, hadden de bewoners van Drenthe hun eigen verhalen en ideeën over deze steenhopen. En die kent niet iedereen. We volgen de Hunebed Highway die dwars over de Drentse Hondsrug loopt. En we vertellen wat van die verhalen. We beginnen in het zuiden, in Emmen. Daar ligt in de Emmerdennen dit forse hunebed. Net zoals elk ander hunebed heeft het een eigen codenaam. Dit is D45. Aan het hunebed is een beroemde naam verbonden. Lodewijk Napoleon, onze eerste koning. In 1809 bracht hij een bezoek aan Drenthe. En daarbij ook aan de hunebedden, waaronder aan D45. De overlevering wil dat de koning werd uitgedaagd om zijn rijkunsten te demonstreren. Hij zou toen met zijn paard bovenop deze platte deksteen zijn gesprongen. De deksteen zou daardoor nog steeds een beetje ingedeukt zijn, zeggen ze. Dit is boswachterij Slenersand. En overal om je heen zie je inderdaad bos. Maar had je hier 500 jaar geleden gelopen, dan had je een uitgestrekte heide gezien. En midden op die heide een hunebed. Tijdens de hervorming mochten de protestanten hun geloof niet openlijk belijden. Hun predikers zochten afgelegen plekken in de open lucht om een hagepreek te houden. En dat gebeurde ook hier, bij D49. Hier zou de predikant Menzo Alting het woord hebben verkondigd. Daar kwam geen katholieke priester, of paap, zoals de protestanten zeiden, aan te pas. En daarom heet het hunebed nog steeds de Papeloze Kerk. Het is het enige hunebed met een eigen naam. Ooit waren alle hunebedden afgedekt met een heuvel. Die zijn in de loop der tijd verdwenen. Dit is het enige hunebed dat opnieuw voor een gedeelte is afgedekt. Dit gebeurde al in 1958. Ik sta als verbaasd deze steenmeid aan te schouwen. Het schijnt dat we leren dappere huneschap daar heeft gewild een denkplaats op te bouwen. Om zo te streven op de eretrap. Dit schreef de Groningse amateurdichteres Titia Brongersma in 1685, toen ze tijdens de Binkse dagen bij kennissen logeerde in het Drentse Borger. Natuurlijk bezocht ze ook het grote hunebed dat daar lag en nog steeds ligt. D27, met zijn ruim 22 meter lengte, is dit het grootste hunebed van Drenthe en dus van Nederland. We kunnen het ons goed voorstellen dat Titia het dit monument een gedicht waardig vond. Hier moet zij zo'n 336 jaar geleden ook hebben gezeten, bij de ingang van het grote keienslot, zoals zij dat noemde. Ze was zo vrij om een aantal mannen uit het dorp in te huren voor een kleine archeologische opgraving. Het is de vroegst bekende hunebedopgraving van ons land. Waar haar vondsten zijn gebleven? Niemand die het weet. Maar haar vrije gedicht en verslag van haar opgraving zijn bewaard gebleven. We zijn bijna aan het einde van de Hunebed Highway aangekomen. Een stuk van de weg af liggen de schitterende Gasterense duinen. En hier ligt ons laatste hunebed. D10. Het heeft geen officiële naam, maar zo'n 500 jaar geleden had het dat wel. Op kaarten uit die tijd stond een hunebed aangegeven met een merkwaardige naam. De Duivelskutte. De Duivelskut. Dat klinkt niet heel gunstig. Het geeft aan dat de mensen vroeger de hunebedden niet alleen zagen als oude monumenten, maar ook als heidense gevaarlijke plekken.
Archeologen denken dat dit het hunebed in kwestie was. Maar het ziet er helemaal niet meer zo duivels uit. We hebben nu 4 hunebedden bekeken, maar er zijn er nog 50 meer in Groningen en Drenthe. En veel daarvan hebben een eigen verhaal. Nou, ik zal de naam van dat laatste hunebed maar even niet herhalen. We gaan over naar Vera om te kijken wat de uitslag is van de eerste Mentimetervraag. Gelukkig zegt eigenlijk iedereen bij de eerste Menti-vraag dat hunebedden echt de hele cultuur eromheen nog een onuitputtelijke bron is. En dat er dus nog veel meer te ontdekken is. En ik denk dat dat ook het leuke is in archeologie natuurlijk, dat je nooit klaar bent met ontdekken. En daarom gaan we dan nu gelijk even door naar de volgende vraag. Namelijk de Hunebed Highway. Informatiepanelen, dit centrum. Hunebedden die worden volop ingezet voor toerisme. Maar zijn dat daar wel de geschikte objecten voor? En de antwoorden die je kunt geven zijn nee. Hunebedden zijn erg kwetsbaar. Nee, om een hunebed te beleven moet je in stilte en ruimte hebben. Ja, Drenthe zou wel gek zijn om deze toeristische troefkaart niet uit te spelen. En ja, iedereen moet in de gelegenheid worden gebracht om kennis te nemen van de achtergrond van deze monumenten. Dus hierboven staat nog wat de site is en wat de code is. Dus doe vooral mee met de Mentimeter en dan komen we zo weer bij jullie terug. Ja, daar komt de eerste uitslag al. De verhalen die we daarnet Agnes zagen vertellen over die 4 hunebedden, die zijn al even oud en misschien alweer een beetje vergeten. Maar er zijn ook nieuwe verhalen verzameld en daar gaan we even naar kijken. Het unieke van de hunebedden in de archeologie is dat ze heel tastbaar zijn voor iedereen. Normaal vind je archeologie alleen in een museum terug en dan kun je er naar kijken in een vitrine. Maar hier kun je heen, dit kun je voelen en dat is voor heel veel mensen toch heel persoonlijk. En het zijn juist die persoonlijke verhalen die wij als archeoloog eigenlijk helemaal niet zoveel zien. Wij kijken eigenlijk alleen maar naar de wetenschappelijke feiten over de hunebedden. We kijken er heel objectief naar. Terwijl voor heel veel mensen die hunebedden toch wel belangrijk zijn in hun leven. En daar zijn we nu dus naar op zoek om juist de niet-wetenschappelijke kant van de hunebedden te belichten. Meneer Luning uit Noord-Laren, die was als klein jongetje bij G1 opgegroeid. Het mooiste uit dat verhaal vond ik persoonlijk, was dat daar bij dat hunebed is een keer een kind verwekt door een ongetrouwd stel. En toen is daar in het dorp is de uitspraak, oh die zijn vast bij het hunebed geweest, ontstaan. Als er weer eens een buitenechtelijk kind op komst was, ook al was het niet bij het hunebed verwekt. Dus zo zie je dat in zo'n dorp dat toch ook wel een rol heeft gespeeld. Weer zo'n fijn pikant hunebeddenverhaal, dit keer opgehaald door Femke Bosser. En ze is hier bij ons aan tafel. Welkom Femke. Misschien moet je nog even voorstellen, wie ben je en wat doe je op dit moment? Ik ben Femke, ik ben masterstudent archeologie in Groningen. En ik ben op dit moment bezig met het verzamelen van verhalen over hunebedden. En ik ben ook mijn scriptie over hunebedden aan het schrijven. Oké. Okay. Je bent dus je doet geen wetenschappelijk onderzoek, geen opgravingen naar hunebedden? Nee, ik ben heel erg van het voorlichten. Ik vind het heel leuk om mensen te vertellen over hunebedden. En ook over archeologie in het algemeen, waarom dat nou zo leuk is. Oké, je bent nu dus bezig met een masterscriptie over dit onderwerp. Waar gaat die precies over? Mijn scriptie gaat over hoe wij nu naar hunebedden kijken. Echt vrij letterlijk van welke kant we ze bekijken. En wat de invloed van Van Giffen daarop is geweest. En Van Giffen was eigenlijk de vader van de archeologie in Nederland. En die heeft heel veel hunebedden gereconstrueerd. En ook hele praktische dingen zoals bomen geplant. En de grenzen bepaald en terrein aangekocht. En ik ben dus aan het kijken wat de invloed daarvan is geweest op hoe wij nu hunebedden bekijken. Oké, en welke tijd spreken we ongeveer over voor de kijkers die niet? Hij is ongeveer 1917 begonnen en is eigenlijk tot zijn pensioen er wel mee bezig geweest halverwege de 20e eeuw. Ja, zijn hele carrière is die druk geweest met hunebedden. Ja. Oké, dus hij heeft ook het uiterlijk van hoe wij nu tegen hunebedden bekijken, aankijken, heeft hij sterk bepaald. Absoluut, ja. En ben jij nog, je hebt die verhalen heb ik begrepen, die je net hebt verzameld, dat was in het kader van een stage. Mm-hmm. En zo ben je aan dus verder gegaan met meer wetenschappelijke weerslag. Ja.
Heb je nou ook op jouw hunebeddentochten, want je zult er een heleboel hebben bezocht, ben je nou ook nog mensen tegengekomen die nog iets bijstaat van wat Van Giffe daar heeft gedaan? Ja, toevallig wel. Ook meneer Luning uit het filmpje, die heeft nog meegemaakt dat bij het hunebed in Noord-Laren, waar hij is opgegroeid, G1 is dat, daar heeft hij nog meegemaakt dat Van Giffe daar heeft opgegraven. En heeft hij nog bij gekeken en met hem gepraat. Dus dat is heel leuk. Ja. Moet wel een van de zeldzame laatste getuigen zijn geweest. Ja. Want Van Giffe is natuurlijk alweer bijna 50 jaar, 50 jaar dood. Als je zelf nu langs bijvoorbeeld het Hunebed hier buiten, deze 21 bij Borger, wandelt, krijg jij dan inderdaad daar zo'n gevoel bij? Want dat is natuurlijk ook erg ingericht. Ik weet niet of Van Giffe dat gedaan heeft of een ander, maar heb jij dan ook het idee van ja, vroeger was dit allemaal hei en waar ik nu tegenaan kijk is reconstructie? Ja, het is, ik ben er wel met een andere blik naar gaan kijken. Nu ik zowel die stage als mijn scriptie aan het schrijven ben daarover. Dus ik dacht altijd van, oh, dit is heel natuurlijk, maar uiteindelijk blijkt het dus helemaal niet zo te zijn. Dus ik kijk er nu wel een beetje anders naar. Ja, ja. Het geldt ook wel een beetje voor de constructie van de hunebedden zelf. Hè? Die is ook niet altijd helemaal origineel. Nee, klopt. Nee, daar heeft Van Giffe ook veel invloed op gehad. Echt hoe de hunebedden er zelf uitzien met zijn reconstructies. Oké. Okay. Ja. En ga je later door met de hunebedden na je afstuderen? Dat lijkt me wel leuk. Ja. En wanneer ga je afstuderen? Ik hoop volgend jaar. Volgend jaar? Ja. Wij kijken er naar uit en we wachten je masterscriptie met belangstelling af. Dankjewel, Femke Bosch, en veel succes. Dankjewel. Bij je werk. Dit soort verhalen, dat zal steeds meer worden verzameld. Ik ken er zelf een heleboel van dit museum waar ik zelf heb gewerkt. En Marie-Frans, ken jij nog een verhaal? Heb jij nog een verhaal op je leven? Nou, ik heb een muzikaal verhaal. Aha. Want hier in Drenthe is er een singer-songwriter, Egbert Meijers. En die heeft stemmige liederen gemaakt over allerlei Drentse onderwerpen. Ook archeologische. En natuurlijk ook over de hunebedden dus. We gaan luisteren naar zijn weemoedige lied over de Rapakivi. Rapakivi? Luister maar. De noordenwind blies ijselijk. Het was zo griezelig koud. Onder een kilometer ijs raakte ik verdwaald. Toen greep het ijs mij vast en brak mij los van toes. Van Holland dreef ik naar het zuiden met de Rapakivi blues. Eindelijk werd het wat warmer. Er is smelt uur na uur. Ik zag voor het eerst wat Drenthe was. Zo koud nog en zo guur. Naast mij lag een groene gabro. Nu van een lange reis. Maar toen, naast de porporvieren, zag ik de mooiste ogen grijs. Rapakivi blues, Rapakivi blues. Ik heb de oerolle steenkale Rapakivi blues. Sieren naast mijn gletsje krassen gaf mij warmte, bracht mij toes. Ik verdrunk als steen erogen. Soms zong bij de blues. 150.000 jaar lang bij verborgen. Men zag ons niet. Toen pakte een zanger ons verwonderd op en bezong ons in een lied. Rapakivi blues, Rapakivi blues. Ik heb de oerolle steen Rapakivi blues. Met mijn genezing kreeg ik asiel in Drenthe. Maak het vreemdeling legioen. Bij Hollanders wordt waardeerd in burger.
als Nijdrenten in de flinten toen. Onze volgende tafelgast, Gerard Versijp, die kan mij vast wel vertellen wat een rapakivi is. Ja, ik heb de stenencursus van Harry Huisman gevolgd ooit. En daar kom je tegen dat het een granietsoort is. En een graniet is een harde steensoort die gevormd wordt uit veldspaat, kwarts en glimmer. En rapakivi is een regio in Finland waar deze specifieke steensoort ook voorkomt. En ja, ik heb het toch allemaal even moeten opfrissen. Maar het is heel veel. Je hebt goed opgelet bij de cursus van de Huisman, dat is duidelijk. Er is ook een blauwe rapakivi trouwens. Ah, dat verklaart de rapakivi blues natuurlijk. Misschien. Gerard, welkom. Ik heb begrepen dat jij lid bent van een allang bestaande vereniging van liefhebbers van de prehistorie. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben lid van de Drentse Prehistorische Vereniging. Dat is een vereniging opgericht in 1913. Onder andere als stimulator de al reeds genoemde Albert Eggers van Giffen. En die was de beste man drijfveer achter. Het is een kleine vereniging, maar we zijn vol activiteit. We gaan één keer per jaar een meerdaagse busreis naar het buitenland meestal. En we hebben ook in het najaar een eendaagse reis. Verder hebben we wandeltochten, voordrachten in het najaar en in de winter. En daar komen heel veel onderwerpen aan bod. Niet alleen archeologie, maar dus ook wel landschapskunde. En vooral natuurlijk de prehistorie, want dat proberen we in onze naam hoog te houden. Heel goed. En nu ben jij ook nog lid van een illuster gezelschap met DPV-leden dat zich de Hunebedjagers noemt. Ja. Leg dat eens uit. Nou, dat is een klein clubje van ongeveer 10 mensen die in wisselende samenstelling hunebedden gaan bezoeken. En dan proberen we dus meer te weten te komen zonder iets aan de hunebedden te mogen veranderen natuurlijk. Sinds het verdrag van Malta mag je eigenlijk geen invasief onderzoek meer doen. Dus we proberen door te observeren, te kijken en te meten wat we dus te weten komen over die hunebedden. En we kijken dan vooral naar kleur van de stenen, naar de soort van de stenen, de plaats van de stenen in het hunebed. En ook hoe ze in het landschap liggen. Bijvoorbeeld, het is ons opgevallen, en dat hebben we met hoogtemeters hebben we dat gecheckt, dat een hunebed altijd op de helling van een hoogte ligt, maar nooit eigenlijk op de top. Dat hebben we pas één keer gezien, dat het wel op de top lag. Maar bijna altijd ligt het halverwege de helling of iets hoger. En ook in Duitsland is dat het geval. Ja, want we hebben net uit de we zullen straks in de nieuwsberichten zien dat er dat de Trechterbekermensen zich niet hielden aan landsgrenzen. Ook in Duitsland liggen hunebedden. Ja. En de hunebedjagers jagen dus ook in Duitsland? Ja, tot nu toe jagen we dus in Duitsland vooral. En dan gaan we dus met een man of zes over het algemeen de grens over. En dan gaan we kijken in de atlas van Sprokhof, die ik hier een voor heb liggen, waar die hunebedden liggen. Vroeger was het zo dat die hunebedden netjes allemaal zijn opgeschreven en gedocumenteerd door Sprokhof. Die heeft er een duizendtal, heeft hij dus de locaties van bekendgemaakt. Maar dat is moeilijk om die soms te vinden. En Denemarken, Polen en ook een stukje Oekraïne, daar liggen ook heel veel hunebedden nog. Nu heb je hier niet alleen een atlas liggen, maar ook allerlei interessant gereedschap. Vertel daar eens wat meer over.
Ja, ik heb hier een winkelhaak liggen, een gradenboog en een lasergradenboog. Wat we doen is een hunebed zoveel mogelijk in kaart brengen. En we proberen de stenen, afzonderlijke stenen in een hunebed te karakteriseren. En nu was het ons opgevallen, en misschien mag ik, oh, daar staat, die dia staat er al, dat de linker poortsteen in een hunebed, dat die een specifieke vorm had vaak. En dat, die heeft een rechte hoek aan de binnenkant. En dan kun je dus die hoek meten en dan kun je kijken of dat klopt. Dus dat had je met het blote oog, was je dat opgevallen en toen ben je het gaan meten? Toen zijn we dat gaan meten, ja. En in Nederland is het zo dat 70% van de beoordeelbare hunebedden, want niet elk hunebed is nog beoordeelbaar qua poort natuurlijk, maar 70% heeft dus zo'n rechte hoek. En we hebben een hoek recht genoemd als die lag tussen de 80 en de 100 graden. En heel grappig is het zo dat het gemiddelde van die hoeken, dat was 92,5 graad. Dus dat het is vrij nauwkeurig. Die hunebedbouwers hebben die stenen daarop uitgezocht. Ze konden ze zelf niet bewerken, want daar hadden ze het materiaal niet voor. Maar ze hebben dus die hoekstenen dus heel duidelijk uitgezocht en op die plaats in dat hunebed gezet. Waarom is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Het is wel zo dat als je dit doet, dan krijg je wat grotere poort en wat makkelijker ingang in een hunebed. Je kunt er wat makkelijker in gaan. Misschien is dat de overweging geweest. Maar er zijn ook andere overwegingen denkbaar. En we weten dat die hunebedbouwers die stenen heel goed moeten hebben uitgezocht. Bijvoorbeeld in Tinaarlo, daar staat een hunebedje, heel mooi, klein hunebedje, maar dat bestaat alleen maar uit zacht roze granietstenen. En ja, die hebben ze ongetwijfeld bij elkaar moeten zoeken voordat ze dat hunebedje konden bouwen. Misschien hebben ze ook nog wel ergens Rapakivi's geselecteerd om een hunebed van te bouwen. Dat zou heel goed kunnen, Rapakivi is meestal roze, ja. Dan stel ik voor dat de hunebedjagers daar ook nog eens naar op jacht gaan. Ja, er zijn mensen die dat al doen overigens. Zover ik weet is er vanuit de Universiteit van Groningen is er iemand geweest die een masterscriptie over de kleuren en over de soorten stenen al heeft geschreven. Kijk eens aan. Het opzoeken van hunebedden in Duitsland, dat zijn er zo'n 1000-tal. Daar zijn we nog voorlopig wel mee bezig. Dan wens ik jullie daar veel succes mee. Dankjewel. 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 Gerard, en we gaan naar Vera. Naar mij. Ja, ik heb wat opmerkingen en vragen in de chat gekregen. Een van de opmerkingen is van Jochem dat het hunebed dus niet alleen een plek is van een graf, maar ook een plek waar leven gemaakt wordt. Dat slaat natuurlijk op de verhalen die Agnes er net heeft verteld in haar reportage over de hunebedden. En daarover is ook gelijk een vraag. En daar gaat Evert hopelijk antwoord op geven, namelijk. Het gaat over Titia Brongersma, die natuurlijk een gedicht heeft geschreven en gemaakt over een hunebed. En de vraag is, amateurdichteres, zouden we dat ook over een man gezegd hebben? Goeie vraag, terechte vraag ook. Hangt een beetje af van de kwaliteit van de gedichten. Wij moeten afgaan op het oordeel van tijdgenoten van Titia. En misschien zit daar al toch nog wat meer van het seksisme in, wat ook een beetje uit deze vraag blijkt. Tijdgenoten oordeelden dat Titia Brongersma meer om haar schoonheid dan om haar dichtkunst geprezen werd in haar tijd. Dus we moeten zeggen, amateurdichteres, dat is erin blijven hangen. En we zouden toch een literatuurwetenschapper erbij moeten vragen om te kijken of haar gedichten, die nogal gezwollen van toon zijn, maar dat waren ze in haar tijd, zo rond 1680 allemaal, of die nou erger zijn dan een andere. Vera, de Mentimeter. De Mentimeter. Eigenlijk zijn de resultaten vrij anoniem. Iedereen die vindt het helemaal terecht dat hunebedden gewoon zo voor toerisme gebruikt worden. En dat is heel fijn, want daarom kunnen we hier ook gewoon zitten natuurlijk. Ik ga gelijk door naar de volgende vraag.
En dat is, wat vind je van het gebruik van digitale onderzoeksmethoden? En de antwoorden die je kunt geven zijn niet doen. Regulier onderzoek doen is het beste. Leuk, maar alleen als aanvulling op regulier onderzoek. Digitaal heeft de toekomst, maar ik zie in Hunebed het liefst in het echt. En laatste optie is, hoe meer het digitaal gaat, des te beter het is. We horen het zo. Ja, ik hint er net al een beetje op, want het is nu tijd voor het archeologisch nieuws van de afgelopen 2 weken. En dat hebben we weer op basis van de tips van de Erfgoedstem, maar ook van het Hunebed Nieuwscafé dat vanuit dit Hunebedcentrum wordt georganiseerd. En daarom beginnen we, je raadt het nooit, met nieuws over de Hunebedden. 3 vrienden uit de Randstad hebben de meest exclusieve club van Drenthe opgericht. Maar gelukkig is hij niet zo exclusief dat niet iedereen er lid van kan worden. Het is de Hunebeddenclub. Het enige wat je hoeft te doen om lid te worden van deze club is alle 53 Hunebedden in de open lucht, dat is er 1 in Groningen, 52 in Drenthe, te bezoeken en als bewijs een foto mee te sturen. De club telt al meer dan 30 leden. Als je lid wil worden, mail naar info@hunebeddenclub.nl. Ik weet niet of Willem Donker van plan is een Nederlands-Duitse Hunebeddenclub op te richten, maar die wordt een stuk exclusiever. Want daarvoor zou je net als hij alle 1314 Duitse Hunebedden bezocht en gefotografeerd moeten hebben. Hij deed er 10 jaar over en maakte in die tijd 20.000 foto's van Duitse Hunebedden. En die heeft hij geschonken aan het Hunebedcentrum in Borger. En natuurlijk is hij lid van de Hunebeddenclub in Nederland, of kan dat worden, want hij heeft natuurlijk ook alle Nederlandse Hunebedden gezien. En dan gaan we toch even een uitstapje maken naar iets anders dan Hunebedden. We gaan namelijk naar de Romeinse Limes, die als het goed is over ongeveer 10 dagen wordt uitgeroepen tot UNESCO-erfgoed. En het AD Utrecht geeft alvast een klein voorproefje in Nieuwegein. Even ten zuiden van de vroege Romeinse grens hebben archeologen een nederzetting gevonden. Die komt uit de periode van 40 tot 100 na Christus. En er heeft volgens de onderzoekers een boerderijachtig gebouw gestaan. De boeren waren zo vriendelijk om hun afvalkuilen te graven, waar ze dan kapot aardewerk en slachtafval in gooiden. En daar hebben we als archeologen natuurlijk veel aan. En het is een mooi voorbeeld van een burgerlijke nederzetting in de militaire zone van de Limes. En in dezelfde tijd dat die boerderij in Nieuwegein gebouwd werd, waren soldaten van het Romeinse leger ook druk bezig met een enorme klus. Het graven van een kanaal tussen de monding van de Rijn bij Katwijk en van de Maas bij Naaldwijk. Opdrachtgever was de strenge veldheer Corbulo. En het kanaal draagt dan ook al sinds mensenheugenis zijn naam. De afgelopen 40 jaar hebben archeologen steeds weer kleine stukjes van het kanaal van Corbulo blootgelegd. Ook nu weer hebben ze het kanaal te pakken, aan de oude trambaan in Leidschendam. Het AD deed uitgebreid verslag van het onderzoek en van de open dag die er werd georganiseerd. Behalve het grondspoor van het kanaal is een houten beschoeiing blootgelegd. En is er weer veel afval gevonden dat destijds in het water is gegooid. Ja, van de Randstad gaan we naar Limburg en we gaan van de Romeinse tijd naar de middeleeuwen. Het terrein van het vroegere kasteel de Nijenborg bij Weert wordt gesaneerd. En dat geeft de gelegenheid tot archeologisch onderzoek. En daarbij helpen ditmaal 1000 leerlingen van het plaatselijk basisonderwijs mee. Zo meldt 1 Limburg. Ze graven niet echt mee, zoals deze schattige jongetjes, maar ze bezoeken de opgraving en ze maken een eigen plan van aanpak. Heel modern. Zo wordt in het kader van dit project Graven naar de Graven een hele generatie jonge Weertenaren bewust gemaakt van de waarde van de archeologie en van hun plaatselijk erfgoed. En we blijven even in Limburg met weer een bericht van 1 Limburg. De stad Heerlen staat bekend om zijn Romeinse verleden, maar heeft ook een recent oorlogsverleden. En uit die tijd stamt de opmerkelijke vondst van 2 jonge detectoramateurs, Floris en Luc. Zij vonden in een bos de fragmenten van een metalen plaket. En toen ze die aan elkaar pasten, verscheen het portret van Adolf Hitler. Wat deed Hitler nou eigenlijk in Heerlen? In 1941 lieten de Duitse bezetters hier een hele woonwijk bouwen. En die was bedoeld voor Duitse werknemers van de nabijgelegen kolenmijn. Waarschijnlijk heeft de plaket daar ergens aan een muur gehangen en is die na de oorlog om begrijpelijke reden weggehaald, stukgeslagen en begraven. De woonwijk heet nu Maria Christina Wijk en is een beschermd rijksmonument geworden.
En aan wat Hitler allemaal teweeg heeft gebracht, worden we dagelijks herinnerd. Ook door begraven resten uit de oorlog. De laatste jaren staan de wrakken van neergeschoten en neergestorte vliegtuigen sterk in de belangstelling. Zo zijn in het Belgische Gladbeek de resten van een Britse Lancaster-bommenwerper geborgen. Het toestel stortte daar neer op 5 maart 1945, 2 maanden voor de bevrijding, in een drassig gebied. Alle 7 bemanningsleden kwamen om. Vrijwilligers hebben nu in het Oorlogsmuseum Overloon de 2000 geborgen onderdelen samengevoegd tot een bijzonder geheel. Het laat zowel de omvang van zo'n toestel als de mate van vernietiging op indringende wijze zien. Ja, indringend, dat is de archeologie van de Tweede Wereldoorlog altijd per definitie. We vliegen terug naar Drenthe en naar de hunebedden. We hadden er straks Gerard Versijp, die vertelde over de stand van de hunebedstenen. En dat doet hij allemaal keurig met meethoeken en met op zijn eigen methode. Maar er zijn meer mensen die er onderzoek naar doen. En daar gaan we even naar kijken. 2 jaar geleden viel een deksteen van Hunebed D14. Met een experimentele methode onderzoekt de Delftse Universiteit hoe de steen het beste teruggeplaatst kan worden. Zo, nu zijn we bezig met de digitale reconstructie van de Hunebed. We maken 3D meshen van de bovenkant, de onderkant van de Hunebed. We kijken met geofysica hoe diep, hoe groot zijn de stenen. En we kunnen ook 3D print maken. Hunebedden die kapot gingen, werden vroeger min of meer op de gok weer in elkaar gezet. In het verleden gebeurde dat eigenlijk altijd door middel van een grote kraan. En dan ging men proberen, hangt die zo goed, ligt die zo stabiel. Maar de gedachte is, met nieuwe methoden en technieken, dat dat ook van tevoren eens een keertje op papier gezet kan worden en in beeld gebracht kan worden. En er wordt ook onderzoek gedaan naar de kenmerken van de steen zelf. Hoe stabiel is die, hoe sterk is die, zitten er breuken in? Ja, een van de mensen die dit hunebed op een bijzondere nieuwe manier onderzoeken, die zit hier aan tafel. Het is Amy Theus. Hallo Amy. Hallo. We zijn ongelooflijk benieuwd wat er uit dit onderzoek komt. En daarvoor wil ik eerst even vragen, wie ben jij en wat doe je? Ik ben dus Amy. Ik ben masterstudent aan de TU Delft. En ik ben voor mijn afstudeeronderzoek bezig met de stabiliteitsanalyse van dit hunebed. Kijk, TU Delft, en dan studeer je dus geen archeologie. Dat klopt inderdaad. Ik studeer geoengineering en dat betekent in het Nederlands zoiets als geotechniek. En hoe ben jij hier in dit hunebed terechtgekomen? Nou, dat kwam eigenlijk omdat er een vraag kwam vanuit Drenthe, waaronder het Rijksdienst Cultureel Erfgoed, aan de TU Delft om eigenlijk een onderzoek te gaan doen naar de stabiliteit, dus als het ware. Omdat normaal dus de stenen gewoon meteen worden teruggeplaatst met een hijskraan en dat gaat niet altijd even nauwkeurig. En dat was die kapotte steen van D14 die we net zagen? Die is dus nog niet teruggeplaatst. Mm-hmm. En het idee is dus dat ik eerst een onderzoek doe hoe die precies teruggeplaatst zou kunnen worden. En dat hij dan pas wordt teruggeplaatst voordat je hem op een instabiele manier terugzet. En dat hij dan eigenlijk heel gewankel ligt en er weer snel vanaf zou kunnen vallen. En dat zou natuurlijk zonde zijn, want dan kan de steen weer opnieuw beschadigd raken. En dat doen jullie op een bijzondere manier. Je probeert tot het gaatje te gaan, heb ik begrepen. Ja, wat we dus eigenlijk, waar ik tot nu toe de meeste tijd aan heb besteed, is het maken van een geometrisch model. Mm-hmm. Dus eigenlijk precies hoe de stenen eruit zien. Dus ik heb hier ook een klein model liggen van hoe de stenen eruit zien. Kunnen we daar de camera op krijgen? Ik weet niet of dat lukt. Het modelletje van Amy, want ik zie hier hele schattige, ja, het is roze, heel klein, kleine, grijze stenen. Ja, dus dit is dus de deksteen die er af is gevallen. Die ligt nu op zijn kant. Ja. En we hebben hem nu ge-3D print, omdat dat even lekker makkelijk is. Dan kun je weer voor je zien hoe alles er weer uitziet. Dus dit is wat we nu hebben. En ik ben nu ook bezig in het lab met wat zijn de steeneigenschappen qua wrijving of qua sterkte. En dat ga ik daarna allebei combineren in bepaalde software waarmee ik dus de stabiliteit kan berekenen. Dus als er iemand tegenaan duwt of er overheen loopt, wat ook allemaal niet de bedoeling is natuurlijk. Maar stel dat gebeurt, blijft het dan staan. Dat is het idee. Dus dit zijn echte
schaalmodellen van de stenen van, van D14. Dat klopt, ja. Oké. Okay. Ja. En ja, nou, toch een gekke vraag, of zo gek is die niet. De hunebedbouwers die wisten natuurlijk van al deze dingen niet veel af. Of, Ik denk niet dat zij dezelfde methodes hebben gebruikt, inderdaad. Nee. Maar ze hebben ze wel, hè, dat, tenminste dat heb ik altijd begrepen, dat ze ongelooflijk goed waren in het heel zorgvuldig neerleggen van die stenen, dat ze inderdaad vrij stabiel bleven. Ja, klopt. Ja. En ga je nu proberen langs deze weg om precies na te doen wat zij hebben gedaan? Of ga je naar de optimale stabiliteit? Nou, het leukste zou natuurlijk zijn om een soort archeologisch verantwoorde oplossing te kunnen vinden. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk ook de conclusie worden van het onderzoek dat eigenlijk helemaal niet stabiel is. Dus dat je dan misschien beter een steen zou moeten kunnen laten liggen op de plek waar die nu ligt. Oké. Okay. En heb je al een uitslag van je, want dit is jouw afstudeerscriptie. Dat klopt, ja. Ja, ik hoop in oktober of november af te studeren. En momenteel heb ik nog geen resultaten van mijn stabiliteitsonderzoek, maar ik zal jullie op de hoogte houden. Nou, bij een volgend Hunebed Nieuwscafé zullen we kijken of de deksteen van D14 zo teruggeplaatst kan worden dat hij zo stabiel mogelijk ligt, waardoor de hunebedbouwers gezegd zouden hebben: hartstikke goed, Amy. Reuze bedankt voor je aanwezigheid. Het is tijd weer voor de Mentimeter. Vera, heb jij al uitslagen? Ja, zeker. De vraag was natuurlijk wat iedereen vindt van digitale onderzoeksmethoden. En eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat dat gewoon kan. Digitaal is de toekomst. En wat ook wel een beetje speelt, is dat toch veel mensen wel ook een combinatie daarmee willen. Dus een combinatie met digitaal als met regulier onderzoek. En een groot gedeelte ziet een hunebed ook gewoon het liefst in het echt. En daar ben ik het ook wel mee eens. Dan gaan we door naar volgens mij al de laatste vraag. Dit is een iets andere vraag. Je kan gewoon een woord intypen. En de vraag is: er is altijd meer te onderzoeken. En als jij mocht kiezen, wat zou jij dan nog willen weten over een hunebed? Typ je antwoorden. Je mag er ook meerdere invoeren. En dan zien we die zo dadelijk terug in een woordweb. Dankjewel. Zeer benieuwd wat voor woorden daaruit komen. Het is dus telkens één woord, het eerste woord wat je te binnen schiet. We hebben daar straks met Amy gekeken naar de kleinste details van die stenen op microniveau. Maar wat gebeurt er nou als we een paar stappen achteruit doen van dat hunebed en de wijdere omgeving bekijken? Wat gebeurde daar? Want daar is eigenlijk heel zelden onderzoek naar gedaan. Daarover ondervraagt onze archeoreporter Agnes Westerlaken, professor Daan Ramakers en zijn Groningse ploeg studenten van het GIA, het Groninger Instituut van Archeologie. Want die zijn bezig geweest bij Valten met precies zo'n onderzoek. We zijn hier bij Hunebed D34, waar archeologiestudenten van de Rijksuniversiteit Groningen een opgraving aan het doen zijn om meer te weten te komen over het gebied direct rondom het Hunebed. Laten we kijken wat er te beleven valt. Hunebedden zijn beschermd, de terreinen zijn beschermd. We weten eigenlijk heel weinig van de gebieden direct om de grafkamers heen. Dus veel van de grafkamers zijn in Nederland al onderzocht. Maar hoe het gebied eromheen eruit zag, waar het voor gebruikt werd, dat is een van de grote open vragen die er nog is. Heel simpel geformuleerd, zijn dat zones die ritueel van belang waren, of zijn dat misschien wel plekken waar mensen allerlei andere activiteiten hebben uitgevoerd, gewoond, geakkerd? Nou, dat zijn vragen die in dit onderzoek centraal staan. Lopen jullie mee? Nou, achter mij is de opgravingsput te zien en de studenten zijn hard aan het werk. Omdat alles met de hand gaat. Dus we hebben in 2 weken tijd ongeveer 50 vierkante meter, ongeveer 40 kuub grond al verzet. En we doen het allemaal met de hand, omdat we hier in een gebied staan waar je eigenlijk heel slecht met de graafmachine terecht kunt. Maar ook omdat direct onder het gras wat er nu groeit eigenlijk al archeologie te verwachten is. Dus de bovengrond, de bouwvoer, wordt in hele dunne plakjes eraf gehaald en alle vondsten worden verzameld. Tot je op een gegeven moment op een niveau zit dat je ook archeologische grondsporen zou kunnen verwachten. Nou, dan maken we foto's en dan gaan we kopiëren. En helaas vallen dan alsnog heel veel sporen af omdat het boomwortels bleken te zijn. Opvallend is dat er ook in de bouwvoor niet zo heel erg veel materiaal gevonden wordt. Dus dat is ook een antwoord op de vraag. Hè, wat gebeurde er? Nou, niet zoveel.
We hebben vooral vuursteenartefacten die nog ook wel door specialist bekeken moeten worden. Maar dat lijkt erop dat het mesolithicum is en neolithicum. We hebben een fragment van een vuurstenen bijl, een kling en vandaag nog een klein duimschrabbertje wat er gevonden is. Ik ben hier deze steen aan het uitgraven. We vinden hier verschillende soorten stenen, vuurstenen, maar ook grote natuurstenen zoals deze. Er zijn ook stenen groter dan deze geweest, die in de tijd van het trechterbekervolk aan de oppervlakte gelegen hebben. En wellicht hebben de trechterbekermensen daarom hier een hunebed gebouwd, omdat die stenen hier aan de oppervlakte hebben gelegen. Nou, ik vind de prehistorie zo gaaf. Er zijn geen geschreven bronnen over, dus je moet echt alles te weten komen door wat je vindt in de grond. Dus echt de stenen en de grondsporen bijvoorbeeld, dat maakt het juist zo interessant. De afgelopen paar weken hebben wij een paar kleine werkputten gegraven. Alles met de hand, want hier kunnen geen graafmachines komen. En nou, we zijn nu al 2 weken bezig met deze enorme werkput, ook met de hand gedaan. En wat we eigenlijk proberen te vinden hier is zoveel mogelijk sporen dat hier daadwerkelijk ook ten zuiden van het hunebed mensen geleefd of gewoond hebben. Ik heb voor archeologie gekozen omdat ik het praktijkgedeelte eigenlijk toch wel heel erg leuk vind. Want je hebt natuurlijk heel veel universiteitsstudies die dat wat minder hebben. En het trok mij wel om het veld in te gaan en daadwerkelijk te gaan graven. En ook echt te zien wat je studeert. Dus wij vinden dingen en daar studeer je over. Nou, dat heb je niet heel vaak. Dit is een duimschrabbertje. Die werd in de prehistorie gebruikt om huiden schoon te krabben. Die hebben we gevonden in deze put. Maar het zegt eigenlijk nog niks over de datering, omdat die gedurende een hele lange periode gebruikt zijn. Maar het laat wel zien dat hier in de prehistorie in ieder geval mensen in de buurt gebruik hebben gemaakt van het landschap. Vanuit huis ben ik opgegroeid met belang voor natuur, cultuur en geschiedenis. Dus toen ben ik eerst geschiedenis gaan studeren. Dat vond ik toch niet echt mijn ding, was niet mijn ding. Toen heb ik voor archeologie gekozen omdat ik van de materiële cultuur hou. En nu heb ik echt mijn passie gevonden. Nou, we zijn nu bijna klaar. Aan het einde van de week is het hier weer helemaal opgeruimd. En dan gaan we natuurlijk goed bekijken wat we allemaal gevonden hebben. Maar het ziet er wel heel erg veelbelovend uit. Dus dit is wel een terrein waar we ook volgend jaar graag verder onderzoek doen om de vraag verder te onderzoeken. Ja, en nu hebben we nog één verhaal, één hunebedverhaal voor het laatst bewaard. En dat gaat over een object hier in het hunebedcentrum. Kijk maar mee. Wat is dat? Het lijkt wel een scherf van een pot of zo. Zal ik het meenemen? Ik heb in de grond zitten prussen. En ik heb allemaal scherven gevonden. Ik heb het in een doosje gedaan. Ik leef dat in bij een archeoloog. Die meneer die doet het doosje open, kijkt, die ziet het, kijkt mij weer aan. En hij werd me toch een partijtje kwaad. Het vingertje kwam erbij. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om onder een hunebed te gaan graven. Om nou te voorkomen dat Jan en alle man in zo'n hunebed gaat zitten vroeten, zijn er in 1983 grote platen beton op de vloer van ieder hunebed gelegd. Dus je kunt er nou gewoon nooit meer bij. En laat nou net op die avond, terwijl ze met die betonnen vloer bezig zijn, René hebben zitten peuteren in het hunebed. Als het verhaal klopt wat René mij vertelde, dan is het het enige overgebleven materiaal uit het grootste hunebed van Nederland. Het aardewerk is wat je mag verwachten. Trechterbeker aardewerk, neolithisch, normaal. Ook van de hunebedbouwers afkomstig. Maar het stukje bot is afkomstig uit de bronstijd. En hoe is het daar nou in terechtgekomen? De archeologen van het Hunebedcentrum proberen inmiddels meer duidelijkheid te krijgen over het mysterieuze stukje bot uit de bronstijd. En daarom werken ze mee aan de opgraving van een hunebed in Zweden. En ook daar vinden ze weer resten uit de bronstijd. Precies waarop ze hoopten. Ja, elke gelijkenis met bestaande personen berust op louter toeval, zou ik willen zeggen. Naast mij zit inmiddels Harry Wolters, directeur van het Hunebedcentrum. En Harry, hoe is het nu eigenlijk om een illegaal opgegraven object in je museum te hebben? Ja, als dat op je pad komt, denk je in eerste instantie van oeps. Maar ja, tegelijkertijd denk je, het is zo uniek, want we hadden niks uit D27. Het Hunebed is nooit opgegraven, dus op het moment dat er dan ineens iets zomaar tevoorschijn komt van een zolder, ja, dan omarm je dat natuurlijk.
Het is niet heel lang illegaal geweest, want we hebben het heel snel gemeld bij het archeologische depot. Vervolgens hebben wij het weer in bruikleen gekregen. En intussen is het te zien in het museum. Maar ja, er is niet veel meer dan dat. We hebben later nog iets het depot van de Universiteit Groningen gevonden. Ook dat ligt hier. Maar de vondsten van het grootste hunebed van Nederland, ja, zijn heel karig. Dus we zijn heel blij met zo'n doosje vol met scherf. Ja. Want het ligt hier ook, dat kunnen de bezoekers zelf zien als ze komen. Het ligt nog in het originele doosje, hè, van de T-Fort modelbouwdoos van René Edens destijds, neem ik aan. En je hebt natuurlijk het echte hunebed hier liggen. Dus dat, ja, dat kan eigenlijk geen enkel museum doet je dat na. Nee, we hebben het in het doosje laten zitten omdat het een soort tijdscapsule is. Hè. Het is het verhaal ook van René Edens. Hoe kom je aan die vondsten? Want dat is natuurlijk ook wel een leuk verhaal om te zien dat de grasbeton in die hunebedden ligt. Hè. Dat is natuurlijk om te voorkomen dat het illegaal opgegraven wordt. En juist don't try this at home. Nee, don't try this at home. Maar juist op het moment dat je het wil beschermen, dan komen ineens vondsten tevoorschijn. En een jongetje uit de buurt, die raapt dat dan op. En als hij er niet geweest was, was het waarschijnlijk nooit gevonden. Nee. En was het zand gewoon afgevoerd. Dus je hebt sindsdien ook nooit meer mensen gehad met verrassende vondsten uit een hunebed? Ja, dat komt af en toe wel voor. Het blijkt toch dat mensen in het verre verleden wel eens stiekem wat gezocht hebben. Het gaat dan om enkele scherven vaak. Wij proberen dat natuurlijk aan te melden in Nuis. Dat is het archeologisch depot van Noord-Nederland. Zodat het toch weer bekend is dat het er is. En we hopen het dan uiteindelijk toch gewoon in bruikleen te krijgen via Nuis. Zodat we het in het museum kunnen laten zien. Maar niet van D27. Dit zijn echt de enige vondsten uit dit hunebed. Nou, koesteren zou ik zeggen. Dat doen we. Dankjewel, Harry. Ja. We gaan nog één keer door naar Vera voor de uitslag van de laatste Mentimetervraag. De laatste Mentimetervraag, dat was natuurlijk het woordweb. De vraag was, wat zou jij nog willen onderzoeken? En er zijn eigenlijk heel veel diverse antwoorden gekomen. Je hebt de omgeving, hoe kregen ze de stenen nou eigenlijk op hun plek? Welke rituelen werden gebruikt? Waarvoor werden überhaupt de hunebedden nou eigenlijk nog meer gebruikt? Wat is de sociale betekenis? Is eigenlijk echt heel diverse antwoorden. En hopen dat we daar in de toekomst natuurlijk wat meer onderzoek nog naar kunnen doen ook. Nou, het is wel leuk dat omgeving en rituelen, maar misschien is dat geïnspireerd doordat ze net het filmpje van Daan hebben gezien. Dat zou goed kunnen, dat zou heel goed kunnen, ja. Zijn er nog opmerkingen, vragen gekomen uit de chat? Er zijn een aantal vragen gekomen nog over iets meer inhoudelijke vragen. Die gaan we doorspelen naar de professor die verantwoordelijk is over het project van het filmpje dat we net hebben gezien. Dus misschien kunnen we daar nog op terugkomen. Daan, als je kijkt, wees gewaarschuwd. We komen bij je terug. Hebben wij, Marie-France, nog een slotakkoord over de hunebedden die we het vorige uur hebben laten passeren? Nou, als ik een woord aan het woordweb zou mogen toevoegen, dan is dat Titia. Want mensen die mij kennen weten dat ik ook een groot poëzieliefhebber ben. Amateur poëzieliefhebber? Amateur, uiteraard. Ik zou mezelf absoluut geen professional op dat gebied willen noemen. Maar bovendien was zij toch de eerste vrouw die een hunebed liet opgraven. Of die überhaupt een opgraving liet doen. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Absoluut, als zodanig leeft ze voort. Ja, wat ik hier heel sterk heb in dit museum, maar ik heb hier een verleden. Dat is omgeving, hè, de directe omgeving. En als ik hier de geluiden hoor van de mekkerende geitjes en de kloppende vuursteentjes achter me, dan ben ik weer helemaal thuis in het Hunebed Centrum. Luisteraars, kijkers, we zijn aan het eind gekomen van deze tweede uitzending. We bedanken jullie ongelooflijk voor het kijken en voor de vele reacties. Heb je iets archeologisch dat je onder de aandacht wil brengen voor een volgende gelegenheid of zomaar iets waarvan je zegt, nou, dit is belangrijk. Maak een filmpje en upload hem via de website met het bekende adres www.landvolarcheologie.nl. En misschien zien we je dan de volgende keer live in de studio als gast. Reus bedankt Hunebed Centrum en de Archeo Hotspot voor de geboden gastvrijheid. Onze vele gasten voor hun tijd en inzet. En het team achter de schermen voor de prima begeleiding. Dankjewel. En ik mag hier toch ook wel de gulle bijdrage noemen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Drenthe die deze uitzending mede mogelijk hebben gemaakt.
Als jullie met vakantie gaan of al zijn, een hele fijne tijd en blijf gezond in deze coronadagen die nog steeds heersen. Ook in het buitenland kunnen jullie ons weer zien. Op vrijdag 6 augustus, ditmaal uit het westen des lands, we vertellen nog niet waar, maar het is al vlak aan de kust. Raad maar waar en je kunt binnenkort op de site het modelletje zien aan de hand waarvan wij een hint geven. Ik wens jullie een prettige vakantie, een prettige zomer en we zien jullie graag 6 augustus weer terug. Dankjewel.